Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 10 graden. En binnen zit Jolanda Linders met waarnemend burgemeester Tom van Asseldonk. Welkom in mijn barretje 0486. Vandaag is mijn gast waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk. Welkom, Toon. Dank je. Leuk om hier te mogen zijn. Nou, daar ben ik blij om. Maar waarnemend burgemeester. Hoe word je waarnemend burgemeester? Nou, in principe, zoals gewoon burgemeester, doe je beschikbaar te stellen. Het verschil is alleen dat een kroonbenoemde burgemeester, zoals het heet, dan is er een hele lange procedure met een vertrouwenscommissie uit de raad die daar een belangrijke rol in heeft. En uiteindelijk de kroon, de koning die je benoemt. Een waarnemend burgemeester, dat is een burgemeester die voor een kortere periode gezocht wordt, omdat er een bijzondere situatie is waarbij snel gehandeld moet worden. En dan is de commissaris van de koning degene die uiteindelijk besluit wie dat gaat worden. Maar dat doet zij in dit geval wel in overleg met de gemeenteraad. Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je de kroonburgemeester. Lex was hier kroonbenoemde burgemeester, Lex Golvink. Ja. Ja, die zijn blijvend. Ja, die worden elke keer benoemd voor een periode van 6 jaar... en kunnen dan eventueel herbenoemd worden voor weer een periode van 6 jaar. En een waarnemend burgemeester, die wordt benoemd meestal voor een korte periode, hè, omdat er een nieuwe burgemeester moet komen, omdat er een herindeling speelt, omdat er iemand ziek is. Dus dat is meestal voor een periode van een half jaar tot anderhalf jaar, een enkele keer iets langer. Maar mag je ook weigeren? Als gemeente bedoel je of als persoon? Nee, als persoon. Dus je stelt je beschikking als waarnemend burgemeester en dan wordt er iemand gevraagd. Maar dan mag je dan ook weigeren? Zeker. Nog sterker, dat heb ik ook verschillende keren gedaan. Ja. Ik ben ook wel eens gevraagd om ergens te gaan waarnemen. Waarbij ik dacht van dit moet ik niet doen, dat pas ik niet of dat wil ik niet. Tot er een gelegenheid voorbij komt waarbij je denkt van dit is misschien interessant, of hier pas ik, of hier kan ik iets doen wat ik leuk vind of waar ik een bijdrage aan kan leveren, dan doe je het wel. Maar het is altijd voor een kortere periode, hè? Dus niet een ambtstermijn van 6 jaar. Nee. Dus, maar het kan ook zomaar zijn dat je 2 jaar ergens zit, of niet? Ja, dat gebeurt. Het is een beetje afhankelijk van de omstandigheden. Hè? Kijk, als je het doet bijvoorbeeld omdat er een idee is dat gemeentes gaan herindelen, dan wordt er meestal een waarnemende burgemeester benoemd met het idee van die over een jaar is die niet meer nodig. Maar als die herindeling niet doorgaat of die herindeling er toch heel anders uit gaat zien, dan kan die periode langer worden. En dan blijft zo'n waarnemer ook langer zitten. Kijk, in mijn vorige waarneming was ik gehaald omdat er een nieuwe burgemeester gezocht moest worden. Die periode duurt ongeveer 9 maanden tot 1 jaar. Dus dan weet je dat het voor die periode is en dan wordt er een nieuwe burgemeester benoemd en dan ben je weer weg. En wat gaf nou het gevoel van, dit wil ik. Ik wil naar Grave toe. Was er een speciaal gevoel bij, idee bij? Nou, ik had er wel van om ergens naartoe te gaan waar echt iets moet gebeuren. Waar je onverwachte dingen tegen kunt komen. Waar het meer is dan zeg maar op de tent passen. En dat was hier duidelijk het geval. Ik kende Lex natuurlijk. Ik wist wat er speelde. Ik wist dat dat de raad, de samenleving behoorlijk verdeeld was. Maar ik wist op het moment dat ik een besluit moest nemen of ik het wilde doen, wist ik ook hoe de volksraadpleging was uitgevallen. Dus ik wist dat de kans heel groot zou zijn dat ook Grave nu aan zou gaan sluiten bij de nieuwe gemeente Land van Kuik. En dat vond ik een interessant gegeven. Oké. Dus maar als het anders was uitgevallen, als je dat niet had geweten, zeg maar, stel we waren zelfstandig, had je het dan ook gedaan? Nou, dan had ik het misschien wel even gedaan. Maar als Grave zelfstandig zou blijven, dan zou er weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester moeten komen. Hè, dus dan weet je dat het ook maar voor 1 jaar is. Als de herindeling uitgesteld zou zijn tot 2026, wat theoretisch ook had gekund. Ja, ja, ja. En je er 4,5 jaar moest zitten, had ik ook al met de commissaris over gehad. Dan moet je niet bij mij zijn.
Nee, want dan had je wel de 6 jaar af kunnen maken. Ja, dat duurde te lang, denk ik. En ik ben nu ook in de leeftijd waarin ik zit. Vind ik dat je niet meer voor een periode van 5, 6 jaar moet tekenen. Probeer het gewoon een jaar en kijk dan of je nog een keer de energie krijgt om het ergens anders te gaan doen. Ja. Nou, leuk. Leuk om te weten, want ik wist dit allemaal niet. Dus ik ben maar een leek daarin, dus dan is het wel... Ja, dat is een aldoende. Ja, nee, maar dat is wel leuk, ja. Ik heb een aantal kaarten. Dan mag je er eentje van pakken. Okay. Dan lees ik hem voor en dan gaan we daarover voortbeduren. Okay. We laten het lot bepalen, ja, begrijp ik. Ja, ja. Deze. Dankjewel. Franciscus komt in het dal van Spoleto, waar veel vogels bij elkaar zitten. Zonder zich te bedenken, stapt Franciscus op hen af, groet hen en spreekt hen vriendelijk toe. In plaats van verschrikt weg te vliegen, blijven de vogels zitten luisteren, aandachtig naar zijn woorden. Franciscus zegent hen en noemt hen zijn broeders en zusters. Hoe stel jij je op in de natuur? Respectvol of als een heerser die kan doen en laten wat hij wil? Ja, een beetje ertussenin, denk ik. Ik vind het wel leuk dat deze vraag komt. Hè. Mijn derde naam is Franciscus. Oh, echt waar? Ik heet Antonius Sylvester Franciscus. En ik ben geboren op de Franciscushoeve, dus een boerderij in Brabant. En mijn ooms, de broers van mijn vader, waren kapucijner monniken, dus Franciscaanse monniken eigenlijk. Dus Franciscus speelde een hele belangrijke rol in de familie. En Dierendag werd ook altijd met enthousiasme gevierd. Ik hou van dieren. Maar ik ga er niet zo ver in als sommige mensen die met een poes die zich wat merkwaardig gedraagt naar de psycholoog gaat. Daar ben ik dan toch te veel ook de boerenzoon van. Voor. En dus ik heb zeker respect voor de natuur. Ik hou van dieren. Ik vind dat je er ook goed voor moet zorgen. Maar er zijn grenzen. Ja. Ja, daar kan ik mee instemmen. Ik zat even te denken, maar inderdaad ook wel... wel leuk even over Franciscus terug te komen. De Franciscushoeve. Ja. Derde naam Franciscus. Ja, nou, die naam was ook nog wel bijzonder, want ik kom uit een groot gezin. En ik was de 6e in dat gezin. Er kwamen er daarna nog 5. Oh. Maar bij de 4e had... een van de heerooms, zoals het dan heet, had al wel gezegd, het wordt tijd dat er eens eentje naar mij genoemd wordt. En die heette dus Sylvester. Maar ja, de volgende was een meisje, dus dat kon niet. Maar daarna werd ik geboren. En hij heette eigenlijk met doopnaam Antonius. Hij heette ook Toon van Asseldonk, net zoals ik. Maar hij ging in het klooster in en werd toen Sylvester. Dat was Pater Sylvester, dat was zijn kloosternaam. En hij was kapucijn, dus eigenlijk een Franciscaan. Dus mijn ouders hebben mij niet 1 keer, maar 3 keer naar hem genoemd. Hè? Antonius Sylvester Franciscus. Dus hij was helemaal gelukkig. Wat leuk, hè? Ja. Ja, echt bijzonder. Volgende kaart. Nou, dan gaan we nog wat hoger in de stapel. Wat hoger. Hart en ziel. Voor je ligt een enorme uitdaging. Je hebt al besloten om hem aan te gaan. De vraag is alleen hoe. Je kunt kiezen. Je vervult deze taak uit plichtbesef, omdat het nou eenmaal moet. Of je stort je erin met passie en geeft jezelf helemaal. Doe jij alles met hart en ziel? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik ben iemand die vrij intuïtief werkt. Ik ben niet iemand die eerst heel lang alles analyseert en met iedereen bespreekt. Ik ben echt iemand die als er zich een probleem voordoet, dan stort ik me erin. Dan ga ik aan de slag. Ik praat wel met mensen. Ik luister ook naar mensen. Maar ik ga wel vrij impulsief, snel aan de slag. Dus ik denk inderdaad wel met hart en ziel. En ook wel in de zin dat ik, als ik met een probleem bezig ben, kan ik het ook niet meer loslaten. Dus dan ben ik niet iemand die dan van 9 tot 5 eraan werkt. Dan ben ik er ook dag en nacht mee bezig. Ja, maar het is wel een toepasselijke kaart, zit ik me nu te bedenken. Hè? Want het is een nieuwe uitdaging. Nou, dat is dus nu als waarnemend burgemeester. Ja. En inderdaad met hart en ziel toch voor gekozen.
Ja, en dan vind ik het ook belangrijk om het goed te doen. Hè? Dus ik ben dan ook een type waarnemer die elke dag als ik hier ben, loop ik een paar keer een rondje door de stad. Spreek mensen aan, word door mensen aangesproken. Dan wil ik ook echt gewoon die burgemeester voor die inwoners zijn. En dat moet je, vind ik, ook een beetje met hart en ziel doen. Dus ze moeten ook zien dat je het met passie doet, dat je er zin in hebt. Anders moet je er niet aan beginnen. Nee, helemaal mee eens. En ik denk ook wel dat als u inderdaad een paar keer rondloopt en mensen spreken u aan en die verbondenheid, die is wel heel sterk, vind ik hier, hoor. Ja, dus, dat proef ik ook wel. En ik zie natuurlijk ook in het begin zeker nog wel een beetje mensen die dan zo kijken van, ze hebben wel een idee wie je misschien bent, maar weten het of nog niet helemaal zeker of weten niet of je zomaar aanspreekbaar bent. Dan wil ik ook niet met iedereen voor die wat alleen maar praatjes maken, hè, want dan moet ook gewerkt worden, want zo ben ik dan ook wel. Maar ik heb wel de indruk dat ik redelijk aanspreekbaar ben en toegankelijk ben voor mensen. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Nou, volgende kaart, daar gaan we weer. Nou, dan nemen we de onderste. De dwaas. Plotseling weet je het. Je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg, zegt iedereen gedag en begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Nou, dit heb ik gedaan. Ik ben, toen ik 57 was en voor de buitenwereld een fantastische baan had, elke dag naar Den Haag gereden werd. En zelf constateerde dat dat eigenlijk niet was wat ik leuk vond. Toen ben ik gestopt, van de ene op de andere dag. En wat deed u, als ik vraag Ik was toen algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Ja. En nou, ik merkte gewoon dat dat niet mijn wereld was. Ik heb dat een paar jaar gedaan en het was niet mijn wereld. Dus toen denk ik, nou, dan moet ik goed na gaan denken wat ik dan wel wil gaan doen. Ik ben 57, dus heel veel kansen krijg ik niet meer. Toen ben ik echt gestopt, ben ik een tijd goed na gaan denken. Ik heb zelfs iemand gezocht die mij kon helpen om die richting te bepalen. En toen heb ik eigenlijk geconstateerd, ik wil veel meer maatschappelijk verantwoord gaan werken. De samenleving is goed geweest voor mij. Het wordt tijd dat ik eens wat terug doe voor die samenleving. En toen ben ik burgemeester geworden. Leuk. Ja. Maar vast ergens burgemeester? Ja, toen ben ik nog wel in de gemeente waar ik al woonde. Ik woonde toen al meer dan 10 jaar in de gemeente Overbetuwe. In het dorp Randwijk. En daar kwam de burgemeesterspositie vakant. Mijn voorgangster die stopte. Die liep tegen de 70. En toen heb ik eerst eens naar het profiel gekeken, want dan maken ze een profiel. Want ik wist niet, is dat nou iets voor mij? En ik had er met Fred... Het is iets heel anders. Nou, het was echt iets heel anders. En ik had het er met Fred, mijn partner, over gehad. En die had in eerste instantie zoiets van, nou, Toon, moet je dat wel willen? Want daar horen heel veel representatieve dingen bij. En daar ben jij helemaal niet van. Jij bent van de inhoud. Jij bent van dingen doen, regelen, ongeduldig. En je bent niet van praatjes maken met mensen en gezellig doen en naar feestjes gaan en zo, daar ben je ook niet van. Maar goed, ik heb toch in dat profiel gekeken. En toen denk ik, maar ze zoeken eigenlijk toch ook wel een burgemeester die een beetje zakelijke inslag heeft. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb gewoon een brief gestuurd. En een paar maanden later was ik het. En dat was best even wennen, want ik had nog nooit een raadsvergadering meegemaakt. Ik was nooit wethouder geweest of raadslid of zo, nooit. En ik moet niet zeggen vanaf dag 1 was het in orde. Maar na 2 maanden, toen had ik eigenlijk voor mezelf het idee, nou moet ik niet meer de rol spelen waarvan ik denk dat een burgemeester die moet spelen. Nou ga ik het gewoon doen zoals ik vind dat een burgemeester moet zijn. En vanaf dat moment was het echt gewoon mijn baan, mijn vak. En geen feestjes. Maar die bleek ik dus heel leuk te vinden. Omdat je het dan doet in je eigen gemeente. Ja. Met mensen die daar blij van worden. Die daar iets aan hebben. En je kunt iets voor mensen betekenen. En dat was precies wat ik wilde. Dus het hoort gewoon bij het vak. Ja. En dan is het anders. Dan is het je werk. Dan doe je het er niet meer bij. Het is gewoon je werk. Ja, maar het thuisfront, die moet het daar wel degelijk mee eens zijn natuurlijk. Want die moet ook mee naar zulke... Of, nee, dat is niet verplicht? Of? Nee, thuisfront moet niks, vind ik. Okay. We leven in een moderne samenleving. En de meeste burgemeesters hebben natuurlijk tegenwoordig partners die hun eigen carrière hebben en die hoeven niks. En er zijn ook burgemeesters waarvan de partner echt helemaal niets doet. Er zijn ook alleenstaande burgemeesters overigens.
En wij zijn daar behoorlijk selectief in geweest. Hè. Fred die ging mee op 4 en 5 mei naar een nieuwjaarsontvangst. Soms naar iets wat hij heel leuk vond. Als je ergens bij mocht zijn, want dat is ook het mooie van het vak. Nou, dan ging hij wel eens mee, als hij daar zin in had. Maar ja, hij had gewoon zijn eigen baan. Of heeft zijn eigen baan, zijn eigen werk. Dus dat bepaalde hij zelf. Ja. En het hoeft niet, nee. Nee. Maar je ziet inderdaad wel vaak dat de partner wel aan de zijde staat, weet je al. Met inderdaad de... Ja, dat is heel wisselend hoor. Want hoe vaak heb je de partner van Femke Halsema aan haar zijde zien staan? Nog nooit. Ik heb hem één keer in het journaal gezien. Nee, en nou is dat een extreem voorbeeld. Ja. Hè, maar ik ken veel burgemeesters waarvan de partner eigenlijk nauwelijks een publieke rol vervult. En ik heb hier natuurlijk gezien Lex en Marieke. Ja. Marieke heeft dat wel heel gedaan. Ja, maar goed, Marieke heeft gewend, iets, hè? Met dat, ja, vak. Ja. Hè, en ik denk dat ze het ook leuk vonden om dat samen te doen. En dan moet je het ook vooral wel doen. Hè? Ja. Als je het allebei leuk vindt, moet je het wel doen. Want ik denk dat het op zich wel op prijs gesteld wordt door de inwoners als je het doet. Verkleedfeestjes ook. Ja, nou ja, daar ligt voor mij dan een grens. Hè? Dat zou ik dan weer nooit doen. Maar goed, zo is elke burgemeester zichzelf. En moet ook vooral zichzelf blijven. Want op het moment dat je als burgemeester dingen gaat doen die eigenlijk niet bij je passen, dan val je ontzettend door de mand. He, als ik toch op een carnavalsbijeenkomst de Polonaise zou lopen, dan zou iedereen zien dat het ongemak ervan afdruipt. En dat moet je dus niet doen. Nee. Dan moet je gewoon, je moet je eigen grenzen kennen. En ik ga wel naar pronkzittingen als dat nodig is. Ja. En daar kan ik zelfs ook nog wel van genieten. Maar zelf een buut gaan doen of een liedje zingen of zo. Nee, geen haar op mijn hoofd wat er aan net. Nee, oké. Okay. Maar om terug te komen op de kaart. Je hebt je leven dus inderdaad helemaal omgegooid ooit. En ja, gedaan wat je wilde doen. Uiteindelijk datgene gedaan, ja, waarvan ik dacht dat bij me paste. En dat bleek een gouden greep te zijn. Ja. Geweldig. Ja. Volgende kaart. De zon. Okay. Het is een prachtige najaarsdag en de zon staat te stralen aan de hemel. De rode en de gele bladeren aan de bomen lijken daardoor wel van goud. De zon doet waar die goed in is. Met het vuur dat hij van binnen voelt, verwarmt hij de wereld. Doe jij wat je diep van binnen voelt. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als doe je het in hart en ziel. Mijn antwoord is eigenlijk inmiddels wel. En ik heb ook best wel wat geleerd van dingen die ik in het verleden misschien niet goed gedaan heb. En me te lang laten leiden door ambitie, status, geld, weet ik veel. En dan uiteindelijk constateren dat dat niet is waar je van binnen gelukkig van wordt. Nee. Maar goed, dan moet je dus op zoek naar waar word je dan wel gelukkig van. En dat is ook een weg om jezelf te leren kennen, te leren ontdekken. Je gevoel volgen, hè? Ja, ja. Lijkt mij. En dat ben ik op een gegeven moment wel meer gaan doen. En heb ook gemerkt dat je daar veel gelukkiger van wordt. Je moet niet doen wat andere mensen van je verwachten. Je moet doen waar je goed in bent en wat bij jou past. En dan gaat die zon van binnen vanzelf schijnen. Ja, ja, geweldig. Volgende kaart. Dat lucht opkruit. Doodmoe word je ervan. Je draagt een zware last met je mee, maar bij anderen doe je angstvallig alsof je bagage niets weegt. Door te eten van dit kruid doorbreek je het taboe en durf je jouw last te delen met anderen. Wat weerhoudt je ervan om dit kruid te eten? Trots. Eigenwijsheid. Ik herken het heel erg. Ik ben wel een beetje het type die, als hij vreselijk ergens mee worstelt, dat eigenlijk aan niemand vertelt. Pas op het moment dat ik de oplossing al bedacht heb en ook bijna zeker weet dat die gaat werken, dan ga ik erover praten en dan ga ik kijken of anderen dat ook zo zien. Maar ik kan heel moeilijk in een stadium dat ik zelf nog niet helemaal eruit ben, mensen in mijn binnenste laten kijken, zal ik maar zeggen. Dus dan is het misschien wel goed om dat kruid een keer te eten, dus. Ja. Te nemen. Ja. Het wat makkelijker wordt. Of
Ik weet het niet. Want ja, het is helemaal hoe ik in elkaar zit. En ik merk ook dat nou ja, bijvoorbeeld met een probleem worstel. En Fred voelt dat natuurlijk. Die ziet dat aan me als ik thuis kom. En die zegt je ook wel eens tegen me. Als ik er dan na een paar dagen over begin. Ja, ik zag al een paar dagen dat je ermee worstelde. Maar ja, jij moet zelf bepalen wanneer je erover begint. Want anders vertel je toch niks. Je kan wel vragen stellen, maar je zegt toch niks. Pas op het moment dat ik erover begin te praten. Dan weet hij dat je ook door kan gaan vragen. En dan komt het gesprek op gang. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar, als ik vraag mag? Bijna 30 jaar. Geweldig, mooi. Ja, maar dan kent hij jou ook, hè? Dus dan weet ja, hij dat hij niet moet vragen stellen. Hè? Hij dus... kent mij als geen ander, nee, durf ik te zeggen. Ja. Mooi. De bovenste. De vonk. Een kaarsvlam, een fakkel, een haardvuur. Ieder vuur, hoe groot of klein, is ooit met een vonk begonnen. Wie of wat heeft het vuur in jou aangestoken? Poeh. Ja, en in vervolg van wat we net zeiden, zou het natuurlijk voor de hand liggen dat ik Fred zeg, maar dat vind ik iets te veel voor de hand liggen. Nou, ik denk eigenlijk toch mijn ouders. Ik heb al verteld, ik kom uit een groot Brabants boerengezin. Maar die hebben ons allemaal iets geweldigs meegegeven, vind ik. En dat is dat wij mogen zijn wie we zijn, mogen doen wat we willen doen. Maar dat we iets van die talenten die we hebben, allemaal, al mijn broers en zussen hebben enorm veel talent, dat we dat ook teruggeven aan de samenleving. Dus we hebben wel geleerd om niet alleen aan onszelf te denken. En niet alleen omdat we uit een groot gezin komen, maar ook omdat mijn ouders daar wel het goede voorbeeld in waren. Hè. Mijn vader was boer, maar zat ook in de gemeenteraad en in het bestuur van de Rabobank en van de kerk en van de ruilverkaveling. En dus nam heel veel verantwoordelijkheid. Mijn moeder was veel rustiger van aard, had niet zo de moeite of niet zozeer de behoefte om zich te bewijzen. Maar was eigenlijk wel de sterke... De spil in ja, het gezin natuurlijk. Absoluut. Meer dan dat. Ook wel naar uiteindelijk hoe wij ons ontwikkelden. En zelfs hoe mijn vader zich ontwikkelde. Zij zorgde dat hij dat kon doen. Ja. En dus dat was een heel mooi span. Dus daar heb ik denk dat dat wel een beetje de vonk is die wij allemaal meegekregen hebben om een mooi leven te leiden. Ik heb al tegen mijn broers en zussen ook gezegd, wij hebben allemaal niet zo'n geweldige geldelijke erfenis meegekregen. Maar we hebben de mooiste erfenis meegekregen, volgens mij, die een mens kan krijgen. En dat is zelfvertrouwen en een goede manier van leven. Ik denk dat dat de mooiste erfenis is die je kunt krijgen. Dat denk ik ook. En daar ben ik en merk ik ook, zijn we allemaal, die ouders, ze zijn er niet meer, ontzettend dankbaar voor. Ja. Maar jouw broers en zussen, die zijn nog allemaal... Nee, een van mijn oudere broers is al een tijdje terug overleden. En de anderen, die zijn er nog allemaal. En ik heb 6 zussen die allemaal in de zorg gewerkt hebben. Vond ik best spannend, omdat ze allemaal ook nog in Zuidoost-Brabant werkten toen corona uitbrak. Dus dat vond ik best spannend. Hè. De oudsten waren inmiddels wel met pensioen. Maar ja, die waren zo fanatiek dat ze, omdat het druk was, weer aan de slag gingen. En de jongste, hè, eentje werkt echt in dat ziekenhuis in Bernhoven. Of Bernhoven in Uden. Anderen zaten in de thuiszorg. Dus die hadden echt heel veel met die enorme druk op de zorg te maken. Nou, daar heb ik wel respect voor gehad. Ook de manier waarop ze daar mee omgingen. Maar ook mijn broers zijn allemaal even enthousiast aan het werk gebleven. En mijn ene oudste broer is overleden, maar mijn oudste broer... Die is inmiddels in de 70. Is natuurlijk lang met pensioen. Maar zit geen dag stil. Nee. Is altijd nog bezig. Ja. Ja, maar dat is ook weer iets wat je hebt meegekregen. Ja. Van thuis uit. Ja. Gewoon van zolang het kan. Gewoon doen. En ja. Nee, zeker. Er zijn voor de anderen. Zeker, ja. Ja, nou, respect hoor. Zullen we nog eentje doen? Ja. Engelenvleugels. Verliefdheid of plots succes geeft je vleugels. Wat gaf jouw vleugels in het leven? Goh. Nou ja, afgezien van wat ik al verteld heb. Hè, maar ik denk eigenlijk de kans die je gehad hebt om een goede opleiding te krijgen.
om je eigen keuzes te maken, de dingen te doen die je wilde doen. Dat geeft je op een bepaalde manier wel vleugels. Niet dat het altijd allemaal even makkelijk is geweest. Maar in ieder geval de wetenschap dat je in dat gezin nooit ergens om beoordeeld, laat staan, veroordeeld zult worden. Dat ze elke keuze die je maakt zullen steunen. Ja, maar dat is wel het allerbelangrijkste, hè? Dat je gesteund wordt in de keuzes die je maakt en dat ze je niet afvallen, zeg maar, nee, want dan kun je niet vooruit. Nee, nou, en zo voel ik het dus wel, hè? Wij zijn, zeker in het laatste jaar, maar daarvoor eigenlijk ook niet, helemaal niet zo'n hele hechte familie die alle verjaardagen met elkaar doorbrengen en zo. Dat lukt ook bijna niet, hè? Daar zijn we veel te druk voor en dan zo'n groot gezin. En een aantal van mijn broers en zussen hebben inmiddels kleinkinderen natuurlijk, dus dat gaat allemaal niet meer. Maar je weet gewoon, die basis is er. En als een van ons ook maar iets nodig heeft, dan staan die anderen gewoon klaar. Zo hoort het ook. Ja, het is in heel veel maar zinnen het is niet altijd zo. Nee, hè? Want ook als burgemeester kom je best vaak bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn of nog langer. En soms kom je dan in hele mooie harmonieuze gezinnen. Maar je komt ook echt in gebroken gezinnen. Ja. En met mensen die hun kinderen of kleinkinderen niet meer zien of niet meer mogen zien. Die veel ellende meegemaakt hebben. Dus dat leert je wel misschien om dat wat je hebt nog meer te waarderen. Ja, en die zou je dan heel graag vleugels willen geven, weet je wel. Om dus inderdaad te kunnen ontplooien. Ja. Het zijn wel de vleugels, denk ik, die als je ze hebt, je een enorme voorsprong kunnen geven. Ja. Nou, wij moeten afsluiten. Zullen we even kijken wat de laatste is? Doen we. Eigenlijk even kijken. Oh, deze is ook wel leuk. Ik doe hem toch snel. De gevallen engel. De duivel is een gevallen engel, gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doen jou soms struikelen? Trots. Ja, nee, dat ben ik over gestruikeld op een bepaalde manier, zou ik kunnen zeggen. Nou, trots is misschien niet helemaal het goede woord, maar ambitie, het gevoel dat je moet laten zien wat je allemaal kon. En daar heb ik me wel iets te veel door laten leiden, waardoor ik in banen kwam die steeds ingewikkelder werden, steeds interessanter waren voor de buitenwereld, maar waar ik zelf eigenlijk in stuk liep, omdat ik mezelf er niet meer in terugvond. Maar is dat een slechte eigenschap? Dat is ook een leerproces. Ja, nou, het is geen slechte eigenschap vanaf het moment dat je door hebt. Maar als je het niet door hebt en je laat je toch drijven door die trots en die ambitie, dan kan het jezelf en misschien ook wel je omgeving op een bepaalde manier kapot maken. En dan is het een slechte eigenschap. Dus een beetje ambitie is helemaal niet verkeerd. Nee, maar de trots inderdaad, hè, om toch door te gaan en dan val je vanzelf wel. Ja, precies. Uiteindelijk, maar dan kan het te laat zijn of om die trots een keer opzij te zetten. Dus ik was blij dat ik het ontdekte. Dat inderdaad een beetje mijn valkuil. Maar is dat de enige slechte eigenschap? Nou, nee, natuurlijk niet. Hè. Ik ben ongeduldig en ik ben te haastig. En ik ben soms een beetje een flap uit. Ik zeg soms meer dan achteraf gezien verstandig is. Maar dan denk ik, dat hoort ook wel weer bij de persoon die ik ben. En nee, slechte eigenschappen. Want dat is de vraag, hè? Wat zijn mijn slechte eigenschappen? Ja. Nou, dan valt het nog mee, hoor. Valt denk ik eigenlijk wel mee uiteindelijk, ja. Nou, ik ben blij om. Niet veel dus, niet veel slechte eigenschappen. Nee, ik denk dat het wel meevalt. En ook dat is een beetje de verdienste van mijn ouders en het gezin waar ik uitkom. Ze hebben ons behoorlijk netjes opgevoed, ja. Misschien te netjes. Maar gewoon mooi. Mooi, respectvol. Ja, ik ben daar in ieder geval vleugels, zelf gelukkig. Vleugels, alles. Nee. Ja. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Nou, dankjewel Toon voor dit leuke gesprek. En ik ben meer te weten gekomen over jou. En dat zal de rest van het Land van Kuik nu ook gehoord hebben. Dus dank je wel. En we zien elkaar snel weer een keer. Zeker weten. Dit was het barretje 0486. En voordat ik het vergeet, Toon, ik heb voor jou een cadeautje. Dank je wel. En dat is dit
Leuke mokje. Ja, die mag je meenemen. En doe ik er voor Fred ook eentje bij. Dus die kan dan in de kast. Dankjewel en tot een volgende keer.